Hallo, ik ben Aranka en ik ga vanmiddag een trouwpagina maken, of eigenlijk een layout, van de foto's van het huwelijk van mijn dochter. En hiervoor gebruik ik EK trouwpapier. Oh, chic. En vellum. Ik denk dat ik dat ga scheuren, maar dat weet ik nog niet zeker. Het vellum. En het bijbehorende basics cardstock. En als ik de hele pagina geplakt heb, dan wil ik daarna met dit borduurgaren van CreaMotion en de CreaMotion borduurmal er cirkels bij gaan borduren op een beetje aparte manier. Niet gewoon een ronde cirkel gestikt, maar echt een uitwaaierende, dus alsof het parels zijn. Wil ik proberen. Wauw. Maar eerst ga ik beginnen om de pagina helemaal te plakken. Want eerder kan je niet prikken. Kan je ook niet bepalen waar je je priksels wil hebben, zeg maar. Oké. Okay. Ja, gaan we beginnen dan. Ga ik eerst het papier op maat snijden. Ik heb nu de papieren in ieder geval zodanig gesneden dat ze 12 bij 12 inch zijn. En nu ga ik de foto's matten. Ik ga deze foto dubbel matten, omdat hij in zijn eentje op de linkerpagina komt. En dan wil ik hem eigenlijk een beetje groter doen lijken. Ik had inmiddels besloten dat ik toch een leuk gescheurd randje aan mijn vellum wilde. Dus dat ga ik nu even doen. Dit vellum is heel erg eenvoudig. Je trekt het gewoon naar je toe. En dan heb je een keurig wit randje er zo langs. Kijk ik even of het naar mijn zin is. Ja, dat vind ik wel. Ondertussen heb je de andere pagina ook al gescheurd. Dus dit wordt je indeling. Dit wordt mijn indeling, ja. Oké, ik ben benieuwd. Ga ik het gewoon weer plakken met fotoplakkers. Geheel tegen de scrapregels in ga ik dus nu eerst alles vastplakken. Anders kan ik er niet op borduren. Normaal wacht je tot je helemaal tevreden bent met je layout. Maar deze keer plak ik dus echt alles vast. Het vellum plak ik vast onder de foto. Dus je plakt eerst de foto op het vellum? Ja. En daarna plak ik het vellum vast op de ondergrond. Dit stukje vellum wilde ik vastzetten met een paar brets. Zodat er ook geen lijm zichtbaar wordt. Dus we hebben natuurlijk wel een beetje... Ik heb even een prikpartje meegenomen van huis. Mooi roze. Leg ik er even onder. Prik er even een gaatje, ongeveer het midden. En dan moet het lukken om de bret erdoor te krijgen. Brets zijn eigenlijk een soort splitpennen. Ja. Ja. Maar dan feestelijker. Ja. Oh ja. Allemaal leuke kleurtjes en niet van die enorme grote gouden of zilveren knopen zoals we vroeger hadden. En dan draai je het om en dan zet je het aan de achterkant kant vast. Dan vouw je het even zo de pootjes uit en dan zit het vast. Super. En aan deze kant hetzelfde. Hetzelfde. Dus nu is de hele pagina geplakt en wil ik daarop cirkels gaan borduren. Daarvoor ga ik de middelste cirkel gebruiken. Ik noem hem cirkel 1. Dat is deze cirkel van de borduurmal. Ik wil er echter een aantal door elkaar gaan borduren. Dus ik prik eerst de eerste. Die wil ik over die band laten lopen van vellum. Nou, dit is simpel, doch eenvoudig. Ik gebruik de fijne priknaald, dus ik probeer wel in het midden van de gaatjes te prikken. De uitgestanste gaatjes van de mal. Bij elkaar prikken. Ik ben van de oude stempel. Ik heb altijd geleerd dat alles met in ongelijke aantallen moet. Dus in dit geval wou ik er 3 bij elkaar prikken, maar ook een beetje door elkaar. Dus nu leg ik deze gedeeltelijk over de vorige heen. Ja.
En dan ga ik gewoon weer prikken. Ik ga nu de cirkels die ik net geprikt heb, ga ik borduren. Nou, wilde ik die cirkels niet laten overheersen deze keer. Ik wil ze echt een beetje wazig uit het papier laten komen. Dus ik ga ze borduren met 2 draadjes en niet meer. Oké. Trouwens, ik zie op de achtergrond ontzettend leuk speldenkussentje. Ga je dat ook een keertje maken voor op de film? Oh ja hoor, prima. Dat is echt, kan heel makkelijk zo meenemen. Het ziet er nog gezellig uit ook. Oké, niet meer vertellen. Wordt volgend project. Dat vind ik heel erg interessant hoe je dat deed. Dat was charmant. Ja, hè? Ja. Ja. Het spijt me, zo doe ik dat altijd. Ja? Ja, je kan dit natuurlijk niet even makkelijk vaststikken of zo. Dus ik zet het gewoon vast met een stukje plakband. Dat zit toch aan de achterkant van je scrappagina, dus niemand iets ziet. Oké. Dan bepaal ik even van uit welk gaatje ik alle draadjes wil laten lopen. En het lijkt me wel leuk om dat bij deze uit aan de bovenkant te doen. Dus dat gaatje, komen heel veel draadjes in uit, maak ik even groot. Dan zet je gewoon je prikpen er nog een keer in. En je draait even, kijk, dan wordt het vanzelf een groter gat. Ja. Nou, dan is het heel simpel. Je komt omhoog in dat grote gat. Ja. En dan ga je naar het gaatje ernaast. Nu zit er een knoopje in mijn draad. Dat is niet echt handig. Goed, dat overkomt jou dus. Ja. Het komt omdat je gauw geneigd bent om lange draden te nemen. Want dit vreet draad. Weer terug op het eerste gaatje. En dan ga je het tweede gaatje ernaast. Oké. En dan weer terug in het eerste grote gaatje. En dan. En zo vul je de hele cirkel op vanuit dat ene grote gat. Ik ben inmiddels aan de tweede cirkel bezig. En ik begin nu vanuit dit punt, omdat ik een beetje speels draaieffecten erin in wil krijgen. En voor de rest werkt het precies hetzelfde. Het wordt zo direct als ik aangekomen ben in de halve cirkel hier. Even friemelen. Even goed opletten waar ik gebleven ben. Nu moet ik even zoeken naar de gaatjes. Omdat ze nu in die tweede cirkel over elkaar heen komen. Okay. Dus dat is even lastig. Kijk, het wordt aan de achterkant echt een vreselijke plakbende, zeg maar. Geweldig. Maar niemand die dat ziet. Ja. In je album. Het wordt een heel elegant. Ja, het moet ook inderdaad niet opvallen, dit. In het trouwalbum. Het kost wel heel veel draad, omdat je iedere keer eigenlijk de dubbele afstand moet overbruggen. Ja. Maar het effect is wel grappig. Ja, heel erg leuk. Dat kun je natuurlijk ook heel erg leuk doen met de bottomtool hieruit gehaald, ook voor Cremotion. Ja. Ja. En dan aan de achterkant ga je gewoon even zo over zo'n gaatje heen. En dan douw je het een beetje dicht. Waar is je ding mee? Ik ben dan weer daar. Ja. Oh, netjes. Kijk, het gaatje blijft, maar het is niet meer zo opvallend aanwezig. Ja. Ja. En dan de achterkant. Dat is misschien nu. Kijk, hier heb ik het bewerkt en dan zie je al bijna niets meer. Oh, ik zie het. Ja, ik zie het verschil. Ja, heel netjes.